Onlangs nam wethouder June Knotts het besluit om niet mee te gaan met de plannen die de Enschedese horecaondernemers aandroegen. Ze willen namelijk 3 jaar lang grote terrassen in de winterperiode. Ja, gisteren spraken we erover met Democratisch platformvoorzitter Arjan Brouwer, die deze week vragen stelde over die actuele situatie in de Enschedese horeca. Voorzitter van de horecavereniging Joris Eleveld legde gisteren even uit wat er volgens hem aan de hand is. Want de XL-terrassen gaan in onze ogen dan wel af. Alleen de zomerterrassen, hè, dus de oorspronkelijke terrassen onder de parasols. Die we vorig jaar in de zomer hadden, zeg maar? Ja, juist die, hoe het ooit was. Ja. Nou, dat stukje willen we dan op een goede en op een, wat ik zeg, esthetisch fatsoenlijke manier afschermen. Ja, en dat leverde dus in gesprek met de gemeente blijkbaar niet meteen een groen licht op. In de studio verantwoordelijk wethouder June Knotts, welkom. Dankjewel. Je bent al langer in gesprek met de Enschedese horeca, geloof ik, hè, over de toekomst en ook over deze winterterrassen. Zeker, en sinds de coronatijd er is heel intensief. Heel intensief zelfs. En ja. Toch leek in ieder geval gisteren in dat gesprek dat Joris als voorzitter van de horecavereniging nog niet helemaal begreep wat nou de reden was dat de gemeente het plan voor de uitgebreide winterterrassen afschoot. Dan moet je voorstellen dat als je dat doet en er is helemaal geen vraag van de markt, laten we zo zeggen, dus je probeert het op een mooie manier aan te kleden, maar er is niemand die er dan vervolgens plaats wil nemen. Dan zetten we dat ook echt niet door. En dan zul je het dus kunnen zien als een soort try-out, hè? Als een soort proefperiode. Ja, maar de markt kan het wel, de inwoner kan het wel goed vinden. Maar als de gemeente zegt, ja, we hebben andere redenen waarom we liever flexibiliteit op de oude markt houden, ja. dan kijken ze met een andere bril natuurlijk. Ja, juist. En dat zullen ze dan nog eens een keer goed moeten uitleggen, want dat begrijpen wij ook niet zo heel goed. Ja, dus bij deze misschien wel namens Joris Eleveld, namens de horeca in Enschede. Wat zijn dan precies de redenen dat zo'n uitgebreid winterterras voor 3 jaar vastleggen, dat too much is? Laat ik het zo zeggen. Wij willen de horeca ruimte bieden zoveel als mogelijk is. En dat hebben we tot nu toe ook gedaan. En zo zijn de XXL-terrassen in de zomer ontstaan. U kent het beeld van die terrassen. Absoluut, prachtig. Ja, ja, en daar hebben we ook allemaal van genoten, volgens mij. Toen we gingen nadenken over de winterterrassen, zijn er 2 opties op tafel gekomen. Er is nu nog maar 1 optie besproken door jullie, maar er is nog een optie en dat is de optie van 1 jaar. In die optie is het zo dat de ruimte aan de horeca om dat mooi aan te kleden uiteraard aanwezig is. Het zijn nog steeds de XXL-terrassen. Dat is vooral om 2 terrassen van Friends en Copacabana allebei mogelijk te maken zoals ze in de zomer waren. Mm-hmm. En het andere voorstel is, zoals Joris beschreef gisteren in de uitzending, van niet het afgelopen zomerterras, maar het terras van het jaar daarvoor, mm-hmm. maar grote. En dan heb je nog 2 opties. Het ene optie is dat je het aan alle ondernemers vrijlaat om het in te richten, af te schermen. À la de zomerterrassen zoals ze deze zomer waren. En de andere optie was dat er een soort eenheid gemaakt wordt, wat er heel mooi uitziet. En dat was dan voor 3 jaar. En dan werden de ondernemers gevraagd om daar een enorme investering voor te doen. Mm-hmm. Dit is allemaal nog in het kader van oplossingen voor COVID-mogelijkheden te bieden. Ja, en daar gaat het eigenlijk een beetje om, hè? Een pleister op de wonden. Ja, maar COVID duurt hopelijk geen 3 jaar. Ja. Zelfs op dit moment zijn de terrassen niet eens open. Wij hebben ervoor gekozen als gemeente om te zeggen, laten we nou 1 winter experimenteren met de afgeschermde terrassen, zoals de horeca dat voorstelt. Niet in de hele mooie optie, maar een beeldkwaliteit die iets minder is, zoals onze zomerterrassen waren. Ja. Dus een beetje verschillend en niet allemaal gelijk. Dan kunnen we na deze winter kunnen we kijken of wat er bevallen is, mm-hmm. hoe dat eruit ziet. En dan kunnen we heroverwegen hoe we dat voor de komende winters zouden willen. Okay, ik wou nog 1 ding zeggen. Als COVID dan niet meer bepalend is, dan gaan er ook andere dingen meespelen. Zoals bijvoorbeeld evenementen op de oude markt en dat soort zaken. Is dat een oorzaak van, ik wil zeggen angst, maar de reden dat de gemeente zegt, joh, we willen die 3 jaar liever niet, want je neemt dan ruimte in op de markt die je misschien wel wil gebruiken voor andere doeleinden? Nou, het is een van de argumenten. Ja. We hebben nu gezegd, horeca krijgt voorrang
met die grote terrassen vanwege het feit dat het COVID is en we de ondernemers willen helpen. Maar er zijn nog meer mensen die iets willen op de grote markt. Bijvoorbeeld evenementen. Ja. Bijvoorbeeld de ijsbaan, om maar eens wat te noemen. En als wij nu... Zouden die moeten wijken in zo'n plan? Dan hebben die minder mogelijkheden. Dus dat moeten we goed afwegen. Dat hebben we nu niet gedaan. Nu hebben we gezegd, doe die XXL-terrassen maar voort. Want dat is belangrijk voor de horeca. Mm-hmm. Vanwege het feit dat die nu moeilijkheden hebben door COVID. Ja. En dat is de afweging die gemaakt is. Dus tussen 1 jaar en 3 jaar iets minder mooi beeld bij 1 jaar. Een heel mooi beeld bij 3 jaar. Maar laten we vooral kijken naar die flexibiliteit voor nu. Zodat we na deze winter het weer kunnen heroverwegen. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het nog niet helemaal heb, hoor. Want zeg maar, zoals ik het begrepen heb, is er de horeca die zegt, wij hebben schade geleden, wij willen dat inhalen. En daarvoor, dat zou een middel daartoe zou kunnen zijn om gewoon een wat langere tijd die grotere terrassen te hebben. Maar dat kan niet als we daar geen heaters of schermen kunnen plaatsen. Nee, maar die heaters en schermen plaatsen ze dan gewoon. Ja. Ook voor die eenjarige constructie, voor de komende maanden. Dus een grote terras, prima, maar dan 1 jaar. Is dat het? Nee, het grotere terras is sowieso prima. De horeca krijgt alle ruimte om dat in te vullen. Mm-hmm. Alleen in het ene scenario doen ze dat op een hele mooie manier, allemaal op dezelfde wijze. Ja. En in het eenjarige komende maanden scenario doet iedereen dat op zijn eigen manier. Zoals ook de zomerterrassen geen eenheid waren. Ja. Ja. En dan zou de horeca dus kunnen besluiten dat ze alsnog allemaal hetzelfde doen. Kunnen ze rustig besluiten. Maar ze hebben ons gezegd, als we het allemaal gelijk willen maken, dan hebben we 3 jaar nodig om die investering terug te verdienen. Ja, en ze kunnen dus niet voor 1 jaar eigenlijk die proef kunnen ze eigenlijk niet voor 1 jaar doen, want daar hebben ze niet genoeg geld voor. Nee. Precies. Oké, en is er nog een mogelijkheid in dit gesprek dat de gemeente met de horeca tot een soort van compromis of besluit komt, waardoor we misschien in de komende jaren wel die grotere winterterrassen gaan zien? Dat zou heel goed kunnen. Sowieso blijven we met de horeca in gesprek. Hè? Want dat heeft Joris ook al aangegeven. We zijn in gesprek en dat gaat ook hartstikke goed. We zijn alleen op dit punt, zijn we het niet helemaal eens. Ja. En dat heeft te maken met, zoals ik net uitlegde, dat wij denken dat het na deze winter evalueren van de situatie heel fijn is, ook voor de horeca. Ja, maar ja, je kunt natuurlijk niet evalueren hoe de grotere winterterrassen eruit zien als ze er nooit zijn geweest. Jawel, want in de variatie van de komende maanden blijft het ook het grotere winterterras. Het is niet anders. Ja, maar die kunnen ze dan toch niet bekostigen? Dat is toch het punt dat de horeca maakt, dat ze daar geen geld voor hebben voor 1 jaar? Voor die mooie uitstraling in beeldvorming, mm-hmm, hebben ze 3 jaar nodig om de investering terug te verdienen. Ja. Maar ze kunnen de terrassen ook afschermen op een goedkopere manier. Iedereen op zijn eigen manier, met dezelfde afmeting, voor die komende maanden. Ja, dus er is een mogelijkheid dat dit jaar geprobeerd wordt. Dat de gemeente en de horeca zeggen, nou, dit was best oké zo. Ja. En dat er ook de komende 3 jaar dat doorgang vindt, zeg maar. En dat dus ook de ijsbaan dat in dat geval bijvoorbeeld zou moeten wijken. Dat kan dan nog steeds. Dat moeten we bekijken, maar dat hebben we nu niet bekeken om de horeca te helpen dat ze zo snel mogelijk die terrassen kunnen inrichten. Mm-hmm. Als we ze een investering laten doen voor de komende 3 jaar, dan ligt dat anders. Oké, okay. Ja, duidelijk. Dus het voorstel vanuit de gemeente aan de horeca voor nu is, wij kunnen jullie een jaar geven om... Het zijn een paar maanden. Ja, een paar maanden nog. Om te kijken van hoe je een uitgebreid winterterras zou vormgeven. En we willen na die tijd evalueren hoe dat ging. Om te kijken of wij die komende jaren daarmee verder kunnen gaan. Ja, maar nadrukkelijk ook rekening houdend als we een evaluatie doen met belangen van anderen. Als COVID er niet meer is. Zoals de mensen van de ijsbaan of andere evenementen. Ja. Organisaties. Bedankt voor deze toelichting.